met deel 2 van onze taste test. Vandaag hebben we tonijn en rund, of zeg je gewoon beef? Ik heb geen idee, we gaan het gewoon proeven! Yeah! Oké. Welke eerst? Mag eerst voor tonijn? Nee, rund. Oké. In maar eentje. De masterchef is aan het woord. Dankjewel. Dit is van Big Ed. Dus ja, eet smakelijk. Wauw. Dat is lekker, hè? Is die vettig? Nee. Is die lekker? Heerlijk. Ja, man. Heerlijk. Een beetje peper, ook een beetje zoeter. Ja. Lekkere smaak. Ja. Goed. Wat denk je? Ik ben nog van deze aan het genieten, mensen. Lang. Nee, lang. Hier moet je van genieten. Dat is wel waar. Ik ben er klaar hoor, voor mijn tweede. Maar deze heeft een ander formaat, hè. Dit is een mini formaat. Dus je hebt mini, midi en groot. Oh ja. Dus Ik kan dit keer maar doen. Dit is voor een feest, is wel goed. Oké. Ik ga voor het tonijn. Maar eentje. Oké, dan ook maar. Ja. Dankjewel. Daar gaat ie dan. Eet smakelijk. Ik ben echt een vispersoon. Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar... Ik zie peper weer. Lekker. Ja. En weet wat het is? Het is niet zeg maar tonijn met heel veel dingen. Zoals de groente. Het is gewoon tonijn. Tonijn, klaar. Met lekkere toevoegingen. Ja, gewoon goed. Geen opstoot of onzin. Nou, ze zijn zo lekker, ik kan die bakjes zo opeten. Maar de vraag is, tonijn of rund? Wie is team rund? Moeilijk. Het ligt echt aan waar het ligt. Ik vind ze allebei lekker. Weer team tonijn. Ja, ook. Maar die ook. Wacht even. Nee, dit kan niet. Zo lekker! Mm. Zo lekker zijn ze! Mag een combi. Rund met tonijn. Lekker man. Als ik ze zou bestellen, zou ik allebei bestellen. Ja. En de volgende keer eten we zalm. Nee, het is geen zalm. Het is kaas, kip, tonijn en rund. Als je van vis houdt, heerlijk. Ja. Ja. Mensen, niet vergeten hè? Liken, reactie achterlaten en abonneren. Doei! Doei.